Met parlementariër Mahinder Joggi spraken wij ook over Desi Delano Bouterse, de ex-president, tevens voorzitter van de NDP, die zich niet heeft aangemeld bij Santo Boma. Verder dat hij thans onvindbaar is, maar ook de opdracht welke hij heeft achtergelaten aan zijn hoofdbestuur, aan de leiding van de partij, maar ook aan zijn leden, dat de NDP moet gaan voor totale verkiezingswinst in 2025. Aan parlementariër Mahinder Joggi vroegen wij om een reactie. En Joggi die ging er als volgt in hierop. Dat de heer Bouterse zich niet heeft aangemeld vind ik jammer. Hij is voorzitter van de Nationale Democratische, nogmaals, Nationale Democratische Partij. Maar ik zie het democratische handelen niet wanneer hij zich niet aanmeldt. En voor de rest is het een technisch onderwerp dat wij voor uitvoering overlaten aan het Openbaar Ministerie. En zij zullen kijken wat zij precies moeten doen en hoe zij precies moeten doen. Het is een pakje die zij aan hebben. Met betrekking tot de oproep om zich te focussen op de verkiezingen. Verkiezingen, politieke partijen worden opgericht met de bedoeling om deel te nemen aan het bestuur van het land, om ideeën en idealen daarmee te verwezenlijken. Maar het gaat om de opbouw van het land. Het gaat om het algemeen belang. Het gaat erom dat dingen beter gaan en goed gaan, dat de volk het beter heeft. Dat de economie sterk is, dat je geen devaluatie hebt, dat er toekomstperspectief is, dat onze instituten goed functioneren. In deze oproep weet ik niet wat de intentie is. Het kan ook zo zijn dat men een grote verkiezingswinst wil hebben. Niet om het land goed te besturen en ervoor te zorgen dat ze het land niet meer in een crisis brengen. Maar het kan ook zo zijn dat het de intentie is om met die winst instituten te bagatelliseren. Instituten te ondermijnen. Instituten dwars te liggen. Disrespect te tonen. Ik hoor de verklaring van meneer Parmisser in het parlement, waar hij zich op een wijze uitlaat over het Openbaar Ministerie. Over de rechters, over de rechterlijke macht. Men probeert een kleur te geven aan het vonnis. Ik hoop niet dat de oproep is om maximaal aantal zetels te halen om het Openbaar Ministerie te ondermijnen. Ik hoop niet dat de oproep is om maximaal aantal zetels te halen om de rechterlijke macht te ondermijnen. Ik hoop dat niet. Ik hoop niet dat het de bedoeling is om met maximaal aantal zetels in het machtscentrum te komen en allerlei wetten te wijzigen en te veranderen dat in het persoonlijk voordeel moet uitwerken van bepaalde mensen. Men heeft het geprobeerd met de amnestiewet. Het is van de tafel geveegd door de rechterlijke macht. Laten wij, als wij democraten zijn, laten wij mensen oproepen om te stemmen op onze partijen. Maar laat het resultaat van de verkiezingen ingezet worden voor het land en voor het volk en niet voor andere dingen. Dus wat wordt deze verkiezingsstrijd volgens u? Nou, we hebben nog 17 maanden te gaan. De regering is op spoor. We zien verandering in de situatie. Wanneer de Surinaamse bank oproept en zegt van luister, mijn cliënten mogen 5000 Amerikaanse dollars per maand bij mij kopen, dat is de uitstraling van een bijzondere stabiliteit en een grote ontwikkeling welke de regering Santokki tot stand heeft gebracht. En dat moeten we niet bagatelliseren. De strijd zal moeten gaan tussen recht en onrecht. De strijd zal moeten gaan tussen goed en kwaad. De strijd zal moeten gaan tussen armoede creëren en armoede bestrijden. De strijd zal moeten gaan tussen het in stand houden, tussen het creëren van voorspoed of het in stand houden van een penibele situatie voor de samenleving. De strijd zal moeten gaan voor de rechtsstaat en of voor dictatuur. De strijd zal moeten gaan voor rechtsstatelijkheid. De strijd zal moeten gaan voor principes. Daar zal de strijd over moeten gaan.